De titel van mijn column is Roze Loper. Begin negentiger jaren kreeg toenmalig wethouder Jacques Thiele tijdens een forumdiscussie de vraag voorgelegd of de gemeente Nijmegen plannen had om een bejaardentehuis te bouwen voor oudere homoseksuele mannen. In Amsterdam was namelijk recent zo'n bejaardentehuis geopend. Het had de toepasselijke naam De Roze Rimpel. Het kon zomaar de titel zijn van een nieuw boek van Suske en Wiske. Die titels allitereerden ook zo lekker. Maar deze keer geen nieuw boek van Suske en Wiske. Het was een serieus Amsterdams initiatief. Thiele moest toen eerlijk bekennen dat de gemeente Nijmegen op dit gebied nog geen beleid had. Hoewel de Nijmeegse politiek al jaren rood gekleurd was, ...was de iets lichtere kleur roze volkshuisvestelijk beleidsmatig nog niet erg ingeburgerd. In 2003 was er nog steeds geen dependans van de roze rimpel in Nijmegen. De Nijmeegse afdeling van het COC ging daarom onderzoeken... ...of de Nijmeegse verzorgings- en verpleegtehuizen homovriendelijk waren. Als de vriendelijkheid hoog genoeg was, dan kreeg het betreffende tehuis een roze keurmerk. Goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen was jarenlang het ultieme streven. Daar kon je mee voor de dag komen. Het klonk bijna nog solider dan koninklijk goedgekeurd. De maatschappij vereiste echter andere keurmerken. Gekleurde. Dan kon je in één oogopslag zien hoe de vlag erbij ging. Een groen keurmerk voor milieubewustzijn. Een blauw voor watervriendelijkheid, een rood voor sociale betrokkenheid en een roze keurmerk voor homo- en lesbische vriendelijkheid. Of dit roze keurmerk uiteindelijk de Roze Loper is geworden, weet ik niet. Feit is wel dat de locaties Nijeveld en de Honighoeve van zorgaanbieder de Waalboog in het bezit zijn van de Roze Loper. Dat is het certificaat voor zorginstellingen die aandacht besteden. Aan seksuele diversiteit bij cliënten en professionals. Een goede ontwikkeling. Toch zijn er in Nijmegen en omgeving te weinig roze lopers uitgerold. Uit een onderzoek van de Radboud Universiteit is namelijk gebleken dat seksuele geaardheid van ouderen nog steeds een taboe is. Roze ouderen mijden te vaak zorg uit angst voor pesterijen en lastige vragen. Daarom werd er afgelopen week over dit onderwerp een symposium in Nijmegen gehouden, op initiatief van de werkgroep De Roze Ouderen van de Waalboog en andere zorginstellingen. Op enig moment is een kleinschalig roze initiatief in de Van Welderenstraat tijdens de vierdaagse uitgegroeid tot een allesomvattende Roze Woensdag. Niks is dan te gek qua roze. Wie op de tweede dag van de Vierdaagse, niet als roze loper over het parcours wandelt, loopt voor joker en telt niet mee. Identito met de roze maandag op de Tilburgse kermis. Ik heb het altijd beschouwd als een uit de hand gelopen, in roze uitgevoerde versie van de Oranje Koningsdag. Hoe gekker, hoe beter. Of het heeft geholpen voor een grotere acceptatie van roze jongeren of ouderen waag ik sterk te betwijfelen. Anders kan ik het niet verklaren dat 25 jaar na de forumvraag aan Jacques Thiele een symposium gehouden moet worden over dezelfde problematiek. Juichen voor carnavaleske uitgedoste roze lopers betekent niet automatisch de loper uitleggen voor roze ouderen.